Op de Sportlaan in Werkendam, nabij het Vlechtwerk, is de verkeerssituatie sinds deze week gewijzigd. Tussen de kruising met de Vissersdijk en de Wilgenlaan zijn twee objecten geplaatst om de weg te versmallen. Met de komst van het MFA Vlechtwerk en de verhuizing van de scholen naar het MFA moest er iets gedaan worden aan de verkeersveiligheid. Eerder gaf het college al aan een knip te maken om het doorgaande verkeer te dwingen de gebiedsontsluitingsweg van Randwijklaan en Raadhuislaan te gebruiken. In het straatwerk kan een paal geplaatst worden om de weg volledig af te sluiten voor het autoverkeer. De maatregel zorgt er momenteel voor dat automobilisten vaart moeten minderen. Daarnaast stroomt het verkeer voor en na de kruising ook flink op. Voor grotere voertuigen blijft er weinig ruimte over langs de wegversmalling. Voor vrachtwagens geldt al een verbod op dit stukje Sportlaan.